Het stadhuis zijn we nog maar niet binnengegaan. Dat hoort nog de toekomstplannen, zei Kees. Een fel contrast met het in klassieke stijl gebouwde stadhuis vormt het hypermoderne Holbeinhuis er recht tegenover. Een prachtig mozaïek van Erasmus te Paard siert de gevel. Een paar honderd meter verder staat het standbeeld van Erasmus. Erasmus heeft nu eindelijk op een van de drukste punten van de stad rust gevonden om zijn boek uit te lezen. En terwijl hij zo hele dagen verdiept is in zijn lectuur, heerst er even verder op de Koolsingel een enorme bedrijvigheid. Hier krijg je eerst goed een indruk van het tempo waarin Rotterdam leeft en bouwt. De meest markante gebouwen in herrijzend Rotterdam is het pand van H.H. de Klerk en Zoon, Nederlands grootste speciaalhuis voor goede woninginrichting. In moderne bankstellen heeft de Klerk een enorme sortering. Moderne eetkamers vindt u er in velerlei uitvoeringen. Maar ook luxueuze barokkamers kan de Klerk u leveren. In Carpettenparade biedt u de afdeling der 1001 carpetten. Dat de Rotterdammer niet bang is voor nieuwe ideeën, bewijst de Lijnbaan. Een winkelcentrum waar maar liefst 70 speciaalzaken als het ware één warenhuis op straat vormen. De Lijnbaan neemt dan ook in het Rotterdamse centrum een aparte plaats in. Er rijdt geen verkeer, dus je kunt rustig wandelen en oversteken. De grote luifels zorgen ervoor dat je ook bij regenweer verder kunt winkelen zonder nat te worden. De Lijnbaan is een bezienswaardigheid op zichzelf. Heel vrolijk en bijzonder gezellig. Aan het eind van de Lijnbaan, op de Kruiskade, staat het Lumière Theater, de grootste en modernste bioscoop van Rotterdam. Kees kreeg plotseling zin om 's avonds naar de bios te gaan. Ah, en waar konden we toen beter kaartjes nemen dan juist daar in Lumière? Heliport, daar zijn de Rotterdammers trots op hoor. Op 500 meter van de Koolsingel staan de geriefelijke helikopters van de Sabena klaar om u naar Brussel te vliegen, waar u een rechtstreekse aansluiting heeft naar 87 bestemmingen over de hele wereld. Vooral voor zakenlieden lijkt me dit een enorme uitkomst. Bovendien verbindt het Sabena-helikopternet ook Maastricht en Eindhoven met Brussel. De helikopter zo rustig zagen opstijgen, kreeg ik eerlijk gezegd ook wel zin om eens zo'n reisje mee te maken en Rotterdam vanuit de lucht te bekijken. Maar ja, we moesten nu eenmaal lopen. En hoe? Buiten adem zagen we voor ons het Groothandelsgebouw liggen. En als je dat gebouw ziet, nou, dan hou je je adem nog wel even in ook. Auto's kunnen in het gebouw komen langs 3 boven elkaar gelegen rijbanen. Een fantastisch gezicht. Café-restaurant Engels, beneden in het Groothandelsgebouw, is met zijn gezellig terras een van de trekpleisters. Vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht op het nieuwe stationsplein, dat er van bovenaf bekeken uitziet als een soort miniatuur spoorcomplex. Van het nieuwe station dat hier moet komen is alleen nog maar de ingang aangegeven, met een bordje dan. Nadat we 7 etages hadden beklommen, met de lift, kwamen we op het dak van het Groothandelsgebouw en zagen daar de lichtreclame van Hoijmeijers Beschuit. De grootste lichtreclame op het grootste gebouw van Europa voor de grootste beschuitfabriek ter wereld. Heel klein voelde ik me toen. En dit is nu de sfeer van café-restaurant Engels, waar het altijd druk en gezellig is. Kees en ik hadden er een goed plaatsje uitgezocht om een stukje te eten, want daar waren we echt wel aan toe. Nou, we hadden werkelijk geen beter adres kunnen kiezen, want de keuken van Engels is terecht wijd en zijd bekend. Ja.
diner zijn we nog een eindje omgegaan. En weet u, het eerste wat we buiten zagen was weer die geweldige lichtreclame. Tussen twee haakjes, wist u dat Hooijmeijer 110.000 beschuiten per uur maakt? En toen was het tijd om naar Lumière te gaan, dat zijn naam 's avonds wel eer aan doet. Want Lumière is dan inderdaad een sprookje van licht. De mooiste films uit de wereldproductie worden hier vertoond. U kunt trouwens nu zelf zien welke er deze week draait.